Ik ben al heel wat vreemde dingen op het internet tegengekomen, maar ik moet zeggen dat hybride dieren iets apart zijn. Vandaag zie je bizarre hybride dieren, zoals een kind met 8 benen, katten die licht geven in het donker en blijf tot het eind bij me voor nummer 1, want ik beloof je dat je nog nooit zo'n dier gezien hebt. Amazing! Woehoe! 8-benig kind. Het eerste is het meest bizarre kind dat je ooit in je leven gezien hebt. Bekijk het hier. Wacht nu even voor je overhaast naar het commentaargedeelte gaat om me te vertellen dat dit geen kind met 8 poten is en laat het me uitleggen. Wat je hier ziet is inderdaad één of ander griezelig dier en geen kind. Je hebt helemaal gelijk, maar wist je dat een babygeit in het Engels een kind wordt genoemd? Waarom? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat dit geitje in een dorp in India geboren werd met 8 poten. De moedergeit was bevallen van 2 kinderen. Eén was volkomen normaal, terwijl het tweede wel dit ding hier was. Het dier leefde maar een paar minuten na de geboorte. Ik ben geen expert, maar ik neem aan dat er iets misgegaan moet zijn in de baarmoeder van de moeder. 2 embryo's moeten met elkaar vergroeid zijn, wat zou verklaren dat het ene lichaam 8 poten heeft in plaats van 4. Over 4-potige dieren gesproken, hier is een merkwaardige eend. Kat die licht geeft in het donker. Ooit een kat met lichtgevende pootjes gezien? Ziet er erg hoogtechnologisch uit, nietwaar? De waarheid is dat je gewoon een laser gebruikt om dit leuke spel met je kat te spelen. En terwijl je dat eenvoudige trucje thuis uitprobeert, moet ik je vertellen dat er in andere delen van de wereld ook echt katten zijn die licht geven in het donker. Het schijnt dat Zuid-Koreaanse wetenschappers het interessant vonden om een paar katten te klonen die een fluoriserende gloed afgeven als ze aan ultraviolet licht worden blootgesteld. Dus bij deze katten zijn het niet alleen de ogen die je aanstaren in het donker. Uiteraard is niet iedereen hier blij mee, maar nu even serieus. Er was een goede reden voor om dit experiment uit te voeren. Door met succes eenvoudige genetische coderingen zoals deze fluoriserende eigenschap over te brengen, kan dit onderzoek uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van het overbrengen van nog complexere genetische coderingen, die nuttig kunnen zijn bij het bestrijden van ziekten bij katten en bij mensen. En er is nog een pluspunt aan dit alles als je het mij vraagt. Deze lichtgevende katjes zien er behoorlijk geweldig uit. Waar kan ik er eentje vinden? Een andere dierlijke mutatie die ik nooit in levende lijven zou willen ontmoeten is deze. Een gespierde stier. Zie je de spieren bij deze stier? Het lijkt bijna onwerkelijk. Ik beloof je dat dit filmpje niet bewerkt is. Je ziet een echte stier met enorme spieren. Deze hier zou de Arnold Schwarzenegger in de dierenwereld kunnen zijn. Je denkt misschien dat het DNA van deze stieren gewijzigd werd. Maar bizar genoeg leidde een toevallige mutatie tot het gespierde uiterlijk van deze Belgische blauwe stieren. Pas in 1997 konden wetenschappers verklaren hoe deze stieren zo gespierd zijn. Ze ontdekten een gen dat myostatine omzette. Dit is een eiwit dat de groei van overtollig spierweefsel onderdrukt, waardoor de stieren uiteindelijk zo omvangrijk worden. Dus, voor je denkt dat deze stieren naar de sportschool gaan en gewoon te veel eten, is het misschien goed te weten dat hun uitzonderlijke lichaamsbouw gewoon het resultaat is van eigenaardige genetica en vele jaren van kruisingen. Wie weet, misschien zullen op een dag ook mensen deze geweldige genen hebben. Dan moet ik niet naar de sportschool en kan ik zoveel gebakken kip eten als ik wil. Over kip gesproken. Vacantiemuis. Deze muis is geen requisiet uit een science fiction film, hij bestaat echt. Dit is de vakantiemuis, die deel uitmaakte van een baanbrekend onderzoek in 1997. Het lijkt onmogelijk, maar je ogen misleiden je niet. Er groeit een echt oor op de rug van deze muis. Een oorvorm werd onder de huid van de muis gelegd en daarna werden stamcellen ingespoten om het oor te laten groeien. Het zit namelijk zo, veel mensen hebben last van misvormde gezichten. Daarom hebben wetenschappers gewerkt aan weefselmanipulatie met behulp van dieren als vakantie. Natuurlijk werd het idee niet door iedereen leuk gevonden. Na wat protest van de publieke opinie werd het oor van de muis verwijderd en was er weer normaal. Hoewel de hybride verschijning van de vakantiemuis gemakkelijk verklaard kan worden, ben ik niet zo zeker van hoe deze kikkers ontstaan zijn. Transparante kikkers. Zoals je ziet is hun lichaam helemaal doorzichtig. Zo doorzichtig dat je zelfs hun organen, skelet en hun kloppend hart kan zien. Het doet me afvragen hoe deze wezens in deze toestand konden bestaan. Onderzoekers zeggen dat 60 exemplaren van de gemuteerde kikkers gevangen werden in de buurt van de stad Krasnoeralsk in Rusland. Deze stad ligt in de centrale Russische regio Tiumen Oblast. Ze beweren ook dat de doorzichtige kikkers extra ledematen hebben. Volgens de wetenschappers is deze bizarre vrijdag de 13e uitziende toestand waarschijnlijk het gevolg van milieuvervuiling in de streek waar de kikkers gevonden werden. Kikkers zijn erg gevoelig als het op chemische vervuiling aankomt. Verder onderzoek zal hopelijk een meer gedetailleerde verklaring aan het licht brengen. Terwijl de Russische wetenschappers een antwoord proberen te vinden op de glasachtige kikkers, laten wij eens kijken naar nog meer bizar uitziende beestjes die je nog nooit gezien hebt. De volgende is een dier waarvan de nek helemaal gebogen is. Giraf met kromme nek. Het
eerste waar mensen waarschijnlijk aan denken als ze het over giraffen hebben, is hoe groot ze zijn en hoe lang hun nek is. Maar wist je dat niet alle giraffen een lange rechte nek hebben? Er is een bijzondere giraf die in de Santa Barbara Zoo in Santa Barbara, Californië leefde van 1986 tot 2008. Ze heette Jemina en was 3,65 meter groot en ze stond erom bekend dat ze een kromme nek had. Een vreemde en zeldzame aandoening. Haar nek was bijna 90 graden gebogen. Het schijnt dat ze zo geboren was en gewoon met de zeldzame misvorming leefde. Afgezien van haar eigenaardige nek leefde Jemina een gelukkig en normaal leven in de Santa Barbara Zoo. Ze was 21 jaar oud toen ze overleed. Dat is een behoorlijk lang leven voor een giraf. Het volgende dier leefde ook lang, ondanks dat zijn overlevingskansen erg gering waren. Kat met twee gezichten. Ze zeggen dat een kat 9 levens heeft. Dus heeft deze kat met twee gezichten 18 levens? Maak kennis met de langst levende Januskat die de namen Frank en Louis draagt. Vaak leven katten die met deze aandoening geboren worden niet zo lang. Maar dankzij Marty, de toegewijde eigenaar van Frank en Louis, werd deze eigenaardig uitziende kat 15 jaar oud. Dat is behoorlijk indrukwekkend. Frank en Louis hadden één lichaam, 4 poten, 2 monden, 2 neuzen en 2 normale ogen met 1 groter niet functionerend oog in het midden. Best eng voor de meeste mensen om naar te kijken op het eerste gezicht, maar deze katten hadden een lieve persoonlijkheid die al snel de harten van nieuwsgierige toeschouwers veroverde. Ik ben er zeker van dat ze herinnerd zullen worden als 2 uiterst lieve katten. Je vraagt je nu misschien af welke andere gekke hybride dieren er op deze aarde rondlopen. Wel, heb je ooit dit vreemde gordeldier gezien? Hybride gordeldier. Tijdens mijn onderzoek kwam ik dit soort dier tegen en ik kon het gewoon niet onvermeld laten in de video. Aanvankelijk wist ik niet zeker wat het was en eerlijk gezegd ben ik er nog steeds niet zo zeker van. Dit hybride dier lijkt het lichaam van een gordeldier te hebben, maar zijn kop is echter iets anders. Het lijkt een mensachtige kop te hebben en zijn gezichtsuitdrukking geeft me gewoon de kriebels. Stel je voor dat je door het bos loopt en op dit bizarre hybride dier stuit. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zou nog sneller wegrennen dan Usain Bolt. Dus, voor ik naar buiten stapte voor mijn dagelijkse wandeling, deed ik nog wat speurwerk. En ik heb goed nieuws. Dit hybride gordeldier is natuurlijk geen echt dier, maar toch is het een soort dier. Maar gelukkig geen echt levend exemplaar, maar eentje in de vorm van een siliconen beeld. Het wordt zowaar op Etsy verkocht voor maar liefst 7000 euro. Mijn eerste gedachte is, wie kwam op het idee zo'n ding te maken? En ten tweede, wie zou het durven kopen? Het is enig in zijn soort, dus haast je. Welke van deze gek uitziende beestjes was je favoriet en had je ooit gedacht dat ze echt bestaan zouden hebben? Laat het me weten in de comments hieronder. Tot de volgende keer.